Hallo mensen, we zijn weer bij een nieuwe video en dit is lekker weer op pad. We zijn dit weekend bij mijn moeder en we gaan even lekker een stukje toeren. Ach, gewoon een stukje toeren, we gaan gewoon even lekker heen en weer. Gewoon even op en op en gewoon eventjes, hij doet het trouwens nog hartstikke goed. Hij is nu 3 streepjes op volle snelheid. Op volle snelheid, hij gaat nu 25 gewoon normaal. Dus dat is wel lekker. En we gaan lekker heen en weer. Ik kan hartstikke veel genieten hiervan. En we gaan eventjes door tot we hier aanbeland zijn. We gaan hier langs, weer in de woonwijk in. En we zijn nu bij een school in de buurt. Oh, is heel mooi. Lekker mooi weer ook. Het is nu 27 graden, zag ik. En ik dacht, mooi stuk om te lekker te fietsen. We zijn gewoon serieus op onze sokken aan het fietsen. Dus ja, dat kan gewoon. We zijn lekker aan het genieten. Dus we gaan gewoon even de woonwijk in. Ik weet niet waar we nou heen gaan. Hier woont mijn tante. Ik ga gewoon eventjes langs deze woonwijk. Het ziet er wel gezellig uit. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Dan gaan we er lekker een mooi rondje van maken. En trouwens, nou ben ik van donderdag tot en met zondag even bij mijn moeder. Want het is de laatste week van vakantie. Dus we gaan is het door de week en dan gaat iedereen weer naar school natuurlijk. De schoolvakanties zijn alweer voorbij en dan is het alweer september. Dan is het gewoon weer schooltijden. Dus we kunnen nu nog even lekker naar huis met mijn moeder. En daarna is het anders natuurlijk. Maar we hebben er hartstikke veel zin in. En om even lekker met mijn moeder te zijn. Nu weer zaterdag hebben we een groot toernooi. Echt een heel groot toernooi met tennissen. Dus dan moet ik om 8:30 ochtends moet ik al aanwezig zijn. Dus dan moet ik eerst heel vroeg uit bed hier. Bij mijn moeder. Dus we moeten heel vroeg uit bed. Want we moeten om 8:30 gaan we ongeveer daar zijn. En dan moeten we vertrekken. Dus ja, we zijn lekker vroeg eruit straks. En we zijn er alweer bijna bij mijn moeder thuis. We hebben een klein stukje gefietst, dus wij gaan ook weer vandoor. Einde van de middag zien we weer een nieuwe video. Later.